Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Arkans, uitgegeven door Ioka by Tsume. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer een half uurtje mee zoet bent. En in dit spel gaan we terug naar de slag om Arkans. Wij gaan in de huid kruipen van een van de 4 volkeren. En wij gaan de strijd met de anderen aan om de 4 Arkans te veroveren. En dat zijn de hoekposities op het speelbord. Degene die namelijk aan het einde van het spel de meeste hoeken bezet, wordt uiteindelijk de winnaar van het spel. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de box zit. Het spel is bedacht door Benoît Miquelot en wij krijgen de spelregels in verschillende talen, waaronder ook het Nederlands. Die zijn overzichtelijk weergegeven aan de voorzijde met spelvoorbereiding, uitleg van effecten en blokkeringen en nog een paar verschillende modussen die je kunt spelen. Dan hebben we het speelbord waarop we de slag gaan strijden met de hoeken die we graag willen verzamelen. En dan krijgen we deze toffe layout met daarin de tegeltjes voor de 4 verschillende volken die we kunnen gebruiken om de slag mee te strijden. En dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 3 spelers. Elke speler kiest een volk. Je krijgt 3 verschillende soorten tegeltjes. Dat zijn de reguliere warriors, de monsters en de leaders. En die sorteer je op rug. Want dat geeft jou een beetje een indicatie van hoe sterk een tegeltje is. Je zult zien dat de reguliere soldaten zijn minder sterk dan de monsters. En de monsters zijn weer zwakker ten opzichte van de leiders. En dat gaat vooral om de andere kant van de tegels. Die leg ik voor mijn voorbeeld even open, maar die hou je natuurlijk verborgen. Maar daar staan 4 verschillende waardes op. En die ga je gebruiken om tegels of posities te verwerven en andere tegels weg te werken. Maar iedere speler begint met zijn eigen volkje. En je mag zelf kiezen welke 4 tegels je gaat gebruiken. En we hebben allemaal dezelfde aantallen tegels, 20 stuks om precies te zijn. Alleen de statistieken die op de tegels staan, die zullen onderling verschillen. Maar ook ten opzichte van mijn leiders zullen andere statistieken hebben dan de leiders van bijvoorbeeld Googly Eyes of de rode speler. Maar zo zetten we hem op. Laten we maar eens een spelletje gaan spelen. We beginnen met de startspeler en dan met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. En als je aan de beurt bent, moet je een tegel op het speelbord plaatsen. Enkel en alleen als dat niet kan, dan ga je ook nog eventjes de andere spelers vragen of zij het met je eens zijn. Want dan moet je laten zien welke tegels je nog hebt. En dan gaan zij meekijken of ze inderdaad concluderen dat je geen enkele tegel kan plaatsen. Dan moet je een tegel gewoon uit je hand weggooien. Maar in principe probeer je ze natuurlijk op het bord te spelen. En als je een tegel op het bord speelt, dan moet het aangrenzend zijn aan ofwel het midden of andere tegels die er al liggen. En wat je daarbij in het achterhoofd moet houden is dat de waardes die jij speelt moeten altijd gelijk zijn of hoger ten opzichte van de tegels die er al liggen. Dus als we hier naar het midden gaan kijken, dan zien we dat de middelste tegel 1, 2, 3, 4 heeft. Dus als ik daar een tegel aangrenzend aanleg en je mag een tegel zelf draaien zoals je wilt, zou dit een optie zijn. 1 op 1, dat is een gelijk spel. Maar ik kan de 1 niet aan deze zijde leggen, want dat is lager en dan mag je de tegel simpelweg niet plaatsen. Nou, in dit geval kan ik hem natuurlijk simpelweg draaien en is dat geen enkel probleem. Maar zodra er meerdere tegels op het speelbord liggen, en ik zal hier nog willekeurig eens eventjes een tegeltje naast gaan leggen. Als ik bijvoorbeeld hier een tegel wil spelen, heb ik al 2 waardes waar ik rekening mee moet houden. Dus in dit geval zou ik hem op deze manier kunnen spelen. En dit is een 6 om een 6, dus dat is een gelijk spel. En dit is een 2 om een 1. Dat betekent dat mijn tegel superieur is ten opzichte van deze tegel. 2 tegenover 1. Dan betekent dat die tegel verwijderd wordt uit het spel. Mocht ik hem nou zo gespeeld hebben dat mijn tegel zowel superieur is aan deze als aan die tegel, dan worden beide tegeltjes uit het spel verwijderd en gaan ze terug in de box. Als je superieur bent aan 1 of meerdere zijdes, dan verwijder je tegels. Je krijgt echter alleen maar tegeltjes terug in je voorraad door een gelijk spel te realiseren. Dus als ik deze tegel hier neerleg, ik ben nergens superieur, maar ik heb wel een gelijk spel, dan mag ik mijn hand weer aanvullen tot 4. Dus dan pak ik weer tegeltjes van de stapel, zodat ik er weer 4 op handen heb liggen.
De enige uitzondering daarbij is als je in het begin van je beurt geen tegels op handen hebt, dan pak je er eentje pakken van een van de stapels. Het doel is om uiteindelijk zoveel mogelijk tegels op de hoekposities te krijgen. Want als je daar aan het einde van het spel ligt, scoor je daar een punt mee. En degene die de meeste punten scoort, wordt de winnaar. Nou zul je op sommige tegels het symbool van jouw clan tegenkomen. Op een van de vaandels. Zoals bijvoorbeeld bij deze. Ik heb 2 zevens, een 3. En dit is het vaandelsymbool. De getallen op deze vaandels zullen nooit hoger worden dan een 8. En het enige wat sterker is dan een 8 is het vaandel van jouw clan. Maakt niet uit welke clan. Dat moet je zien als het ware als de 9. Verder staat er op elke tegel, om een beetje de kracht te illustreren, een vlag met daarin de totale waarde van alle getallen. Zo kun je een beetje zien of het een sterke tegel is of niet. Maar een vaandel is dus sterker dan alle andere getallen. Het enige wat je tegen een vaandel aan kan leggen is een ander vaandel. Maar dit soort tegels krijg je niet weg middels de vaandelzijde. Dus als je deze in een hoek weet te krijgen, dan weet je dat die in ieder geval vanaf deze kant al niet verwijderd kan worden. En dan kunnen ze alleen maar via de 7 zijden nog naar binnen. Dus dat is iets waar je listig mee kan gaan spelen. Maar daarvoor moeten we er wel eerst komen, want zoals ik al zei, je mag niet zomaar ergens een tegel neerleggen. Dat is altijd aangrenzend. Maar als je klaar bent, je hebt een gelijk spel, vul je hand weer aan. De volgende speler, die heeft ook 4 tegeltjes. Die speelt bijvoorbeeld deze tegel. Nou, die gaat ook beginnen met zijn hand weer aanvullen. En zo speel je vrolijk verder. En we hebben 20 tegels, wat betekent dat we allemaal 20 keer aan de beurt komen. En zodra de laatste tegel gespeeld is, en je zult tegen het einde merken dat het moeilijker wordt om tegels te plaatsen, omdat situaties, bepaalde posities gewoon vast liggen. En als je niet precies de goede tegel hebt, kom je er niet in. En zoals ik al zei, als je het niet kan, moet je laten zien welke tegels je op handen hebt. De andere spelers kijken met je mee en verifiëren of je inderdaad geen enkele tegel kan plaatsen. En als dat het geval is, moet je de tegel of één tegel uit je hand gewoon weggooien en die gaat de doos in. En dan is de volgende speler weer. Dus je bent sowieso altijd maar 20 keer aan de beurt. En aan het einde van het spel wordt er gekeken naar wie de meeste tegels heeft liggen in de verschillende hoeken. En die wordt de winnaar. Mocht er een gelijk spel zijn, wordt er gekeken naar de kleinste kracht. Dus dat getal op dat vlaggetje in het midden. Degene die de kleinste kracht heeft van degene met het gelijkspel, dan wordt diegene de winnaar. Maar op die manier wordt Arkans gespeeld. Arkans is natuurlijk in de basis een abstract spel in een toffe vorm gegoten. Je kruipt in de huid van een volkje. Je hebt in elk volk 3 soorten strijders. De gewone soldaten, de monsters en de leiders. En je weet dus dat bepaalde tegels betere getallenreeks erop hebben staan. Dus krachtiger zijn. Maar ja, wanneer ga je die inzetten? En ze hebben over het algemeen toch altijd nog 1 zwakke zijde, waardoor ze zo weer van het bord afgewerkt kunnen worden. En dat is natuurlijk geen enkel probleem, want dat zul jij ook bij de andere spelers gaan doen. Dus tactische keuzes maken daarin is een belangrijk onderdeel. Maar de vormgeving vind ik tof gedaan. Je hebt leuk artwork op de achtergrond van de tegeltjes, een grappig bordje en vooral deze dungeon, of eigenlijk dit kasteel waarin je de tegels weer teruggooit, is gewoon gaaf gedaan. Dus de box ziet er gewoon erg leuk uit. En ook het artwork is fraai. Tegelijkertijd is het spel ook listig. Het is aan de ene kant eenvoudig. Als je aan de beurt bent, plaats je een tegel. Heb je enkel en alleen gelijk spel, dan mag je je hand aanvullen. Maar zodra je ergens superieur bent, knikken je tegels of van andere spelers of van jezelf van het bord af en worden de nieuwe openingen gecreëerd. En zo probeer je aan de ene kant een beetje een weg te banen richting de hoeken. En dan is het een kwestie van, kan ik de juiste tegel in een hoek krijgen en probeer ik dan vervolgens daaromheen wat andere tegels te leggen zodat ze me er niet heel snel uit kunnen werken. Dat is een leuk spelletje waar je mee bezig bent. Zoals ik al zei, het is absoluut abstract, maar door het thema en de vormgeving voelt het iets minder kill dan gewoon als het enkel alleen tegels met getalletjes waren geweest. En ook de keuzes, wat ik zei, welke kaartjes trek ik erbij? Ga ik eerst mijn soldaatjes maar allemaal op het speelveld gooien en bewaar ik mijn leiders tot het einde? Is dat waar ik uiteindelijk mee ga winnen? Of beperk ik mezelf daar weer grondig door omdat ik bepaalde tegels van tegenstanders niet weg kan krijgen, waardoor die zich in een hoek kunnen ingraven en er allemaal tegels omheen komen, zodat je er heel veel tijd en moeite moet spenderen om erbij te komen. Dus ja, dat zijn afwegingen waar je mee worstelt. Maar dat alles bij elkaar maakt Arkans wat mij betreft gewoon tot een erg vermakelijk spelletje. Met 2 spelers iets minder, omdat er dan gewoon meer ruimte is.
En je kunt dan iets makkelijker op die hoeken komen. Aan de andere kant ga je elkaar dan ook gelijk, als mensen in hoeken komen, weer lopen lastigvallen. En dan moet je voorzichtig zijn dat je daar niet te veel van jouw eigen tegels aan verspilt. Maar hij komt wat mij betreft iets beter uit naar voren met 3 of 4 spelers. Maar voor de rest, voor een abstract spel, zit het gewoon leuk in elkaar. De keuze die je maakt, welke tegeltjes neem ik? De keuze die je maakt, ga ik voor een gelijkspel of ga ik mensen van het speelbord afhalen? En hoe krijg je jezelf A in de hoek en B blijf je in de hoek liggen? Dus dat is ook wel tof gedaan. Gecombineerd met een leuk artwork en vooral een toffe inlay in de doos. Maakt dat dit gewoon een goed spelletje is. Wat lekker tussendoor speelt, een leuke interactie heeft en een gezond uitdagende puzzel presenteert. Elke keer weer als je hem speelt. En dat alles bij elkaar maakt Arkans wat mij betreft tot een 7. Spellen's older.